Goedendag allen und willkommen bei Lerne Deutsch mit Roland, oftewel Leer Deutsch mit Roland. In dit hoofdstuk 11N, gaan we het hebben over de hygiëne en ook wel een beetje de cosmetica op zijn Duits. Een klein beetje cosmetica, voornamelijk hygiëne. En ik heb links in het woorden in het zwart ook weer op zijn Duits staan. En rechts staat in het rood de Nederlandse vertalingen. Daar gaan we. Als ik mijn cursor heb tenminste. Hygiëne. Hygiëne. Die bürsten. Die bürsten. Der kam. Der kam. Das gel. Das gel. Dus je hoort het in de uitspraak hier. De G, zoals bij ons, wordt totaal op zijn Duits totaal anders uitgesproken in dit woord. Waar wij dus gel zeggen, zeggen ze op zijn Duits gel. Dus das. Dus niet das gel, maar das gel. Dus das gel. Die föhn. Die föhn. Das haarspray. Das haarspray. Der lipgloss. Der lipgloss. Der lippenstift. Der lippenstift. Das make-up. Das make-up. Die nagelschere. Die nagelschere. Das parfum. Das parfum. Dus ook hier, en het, je kunt het ook zien aan de trema U wat er staat. Daardoor weet je dat dat sowieso anders uitgesproken wordt. Waar we net bij dat woord gel dat waar we niet zeggen, zie je het hier dus wel. Je zegt dus niet das parfum. Nee, je zegt das parfum. Dus das parfum. Das shampoo. Das shampoo. Der badenschaum. Der badenschaum. Oké, en dat was hem. Dus ja, de twee dingen wat er een beetje uitspringen zijn. Dus dat is gel en dat is parfum. En ja, dat was hem. Ja, dat zijn eigenlijk de twee dingen die er dan een beetje tussen uitspreken. Dus ja, bedankt voor het volgen van deze les. Zo, ja, vielen dank voor dat zuschauen. Und auf Wiedersehen.